Hallo, met Cindy en welkom bij Scrapbook Amerika. Deze week hebben we veel twine aan jullie te laten zien. We waren door al onze andere twine heen, dus we hebben nieuwe kleuren in ons assortiment. En we hebben ook weer de kleuren een beetje vergeleken die we toen ook hadden. Die hebben we ook weer opnieuw kunnen inkopen. Dus die laat ik ook aan jullie zien. Alle producten die ik hier laat zien van de twine en van de Divine Twine, die heb ik mooi aangekleed, vooral voor de foto's, voor op de website, maar ook om aan jullie te laten zien. Dus je ontvangt het niet zoals je het hier ziet nu, maar zoals je ziet hier zo, heb ik een tag die we verkopen in de webwinkel, heb ik gebruikt. En dan heb ik een ticket ook erop gelegd. En dan heb ik zelf met mijn ponzen die ik heb wat vlinders uitgeponst. En dan heb ik het vastgenaaid op de tag, zoals je ziet. Zo ontvang je het dus niet, maar ik wil dat alleen zo laten zien ook aan jullie. Je ontvangt het dan, hier heb ik dan lace, dat ontvang je dan zonder de tag, maar wel met de seambinding eromheen. En dan ontvang je het in een glassine envelopje. Dat geldt voor alle producten die je hier ziet. Hier heb ik dan een roze lace, een beetje een zalmkleur met mooie bloemetjes erin. En dan heb ik hier een oranje lace. En hier heb ik dan ook weer een tag erop gemaakt en een ticket. En dan wat ponsjes gedaan. En heb ik het door de naaimachine heen gehaald. En dan met een pons aan de onderkant. Vond ik wel leuk ook. Dus, en dan ontvang je het dus weer zonder tag, alleen met de seambinding eromheen. Dus dit is oranje lace. En dan hebben we hier Divine Twine. Dat is deze. We hebben veel verschillende kleurtjes daarvan binnengekregen. Onder andere deze Green Apple Divine Twine. Hier ontvang je 5 yard van. En dit is een 4-ply. En 4-ply betekent dan dat het 4 draadjes zijn. Dus dat is wat dikker. En dit is dan de Green Apple. Dan heb ik hier zo de Aqua Divine Twine. Een beetje blauwe kleur. Dat is ook een erg mooie kleur. Dan heb ik hier een Plum Divine Twine. Dat is paars. Een beetje lila-paarsachtig. Ook een hele mooie kleur. Dan heb ik hier de Orange Divine Twine. Oranje met wit. En hier heb ik Lemon Divine Twine, dus als geel met wit. En dan hebben we hier nog de Cotton Candy Divine Twine, dus als dan de baby roze. Ook een hele mooie kleur ook. Dan heb ik hier Oyster Divine Twine, dat is dan grijsachtig, met wit ook. En dan heb ik hier nog de Black Licorice Divine Twine, dat is dan zwart-wit. En deze zijn dus allemaal 5 yard. En dan hebben we hier zo de kleuren die een beetje van ons gewend was. Dan heb ik hier zo de chocolate twine, dus dat is de donkerbruin. Dan heb ik hier zo nog de blue sky, dus dat is lichtblauw. Is ook erg mooi. En dan hebben we hier de lime green, of de lime twine. En dan heb ik hier nog een andere groen, dat is de grass twine, dus dat is donkergroen. Net ook al de kleuren groen naast elkaar leggen, zodat jullie duidelijk kunnen zien dat er enigszins wel verschil in zit. Dan heb ik hier zo, dit was dan de Green Apple, de linker, of de rechter voor jullie, ook voor mij. En hier heb ik dan de grass, dus dat is donkergroen. En dit was dan de lime, dus dat is wat lichter groen. Deze groene kleur die ik hier heb, die ontvang je 7 yard van, omdat dit 3 ply is. Dus dat zijn 3 draadjes, dus het is heel erg dun. Dus we vonden het wel fijner voor jullie dan om er wat meer op te doen, omdat het dan een beetje overeenkomt met hetzelfde van de 5 yard met die 4 ply. Dus dan komt het allemaal aardig overeen dan. En dan hebben we hier de hazelnut twine. Dat is dan ook, dit is de lichtbruin en is dan ook dunner. Dus hier ontvang je dan ook 7 yard van. En hier zo hebben we navy twine, dat is ook dunner. Daar ontvang je dan ook de 7 yard van. En hier heb ik nog een cherry twine, dat is donkerrood. En deze ontvang je gewoon 5 yard van. En ik zal even kijken, 5 yard is ongeveer 4,5 meter. En 7 yard is ongeveer 6,5 meter. Dus dat, dan heb je een beetje een idee wat je ervan krijgt. Al deze producten die ik net heb laten zien zijn te vinden op www.scrapbookamerica.com onder het tapje nieuw. Mocht je vragen hebben, kunnen jullie altijd mailen naar ons. Dan proberen we zo snel mogelijk terug te antwoorden. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en tot de volgende keer.